Mevrouw Sinester besloot enkele jaren terug op te breken in Nederland en terug te keren naar haar geboorteland hier. Ze schreef zich daaruit en vestigde zich in Suriname, waar alles goed ging, totdat er brand uitbrak op 4 juli 2013 in haar woning. Ze verliest alles en de wereld stort daarmee in. Ze ondergaat daarna een periode van hulp zoeken overal, maar ze vindt die hulp nooit. Na een jaar en enkele maanden gewacht te hebben op hulp vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, kreeg ze eindelijk te horen dat haar aanvraag afgewezen wordt omdat ze Nederlandse is. Zenuwslopend, teleurstellend en tegen de rechten van een burger zijn de gevoelens die bij mevrouw Sinester opkomen, omdat men er beloofd heeft dat alles goed komt en dat ze geduld moet betrachten. En nu krijgt ze nul op het request. Een maandenlange procedure met een mensonterende uitkomst. Wij voeren u naar het volgende verslag hierover. Om te beginnen, 4 juli 2013 is het gebeurd. Dus ons huis is volledig afgebrand. We zijn alles gewoon kwijtgeraakt. En tot de dag van vandaag is het zo blijven staan, het puin. Ondanks een verzoeken en hulpgeroep en naar de overheid toe, naar het bedrijfsleven, instanties, alles, whatever, wat we hebben alles geprobeerd bij iedereen. En tot de dag van vandaag hebben we nooit een hulp mogen krijgen. Dus dit puin ligt er al een jaar? Ruim anderhalf jaar. Waarom denk je dat er geen hulp komt? Daarom ben ik nu in de publiciteit te komen met mijn verhaal. Omdat ik het een stukje schending van mensenrechten vind. We wonen hier. Ik ben nu al ruim, je kan zeggen 4 jaar. Het eerste jaar was ik nog aan het pendelen. En ik heb daarna besloten om voorgoed te komen wonen. 2 jaar daarna is mijn dochter me achterna gekomen, omdat zij ook zoiets had van, ik wil daar niet meer wonen, dit is mijn land. Ik voel me hier lekker en ik zie dat mijn moeder hier lekker leeft, dus ik kom mijn moeder achterna. Nou, we hebben ons hier gevestigd en het is gebeurd. Mijn huis is gebrand, maar het feit dat dus u bent geremigreerd naar Suriname? Ja. Niet via de instanties van Nederland. Ik ben op eigen houtje ben ik gekomen. Ik heb me uitgeschreven en ik heb mijn biezen gepakt. En ik zeg van, ik ga naar mijn land terug. Want het is mijn land en ik heb het daar gehad. Ik heb al die jaren gewerkt. Ik heb mezelf opgebouwd. Ik kom terug en ik probeer er hier wat van te maken. Met de bedoeling om de rest van uw leven hier in Suriname te blijven. Ja. En het was lekker. Ik had hier waar die schuur staat daar, voor die schuur, hadden we een kleine soos gebouwd. En mijn dochter die stuurde van alles wat ze kon kopen om het hier een beetje aan te kleden. Om zo'n soos te maken voor de jongeren. Want ik heb affiniteit met de buurt. Ik zag de mensen, de jongeren hier in de buurt gewoon rondlopen, niks doen. En ze kwamen hier zitten. Ze komen zitten dammen, schaken, een mens erger je niet spelen. En daarnaast verkocht ik dan een tillo en een gebakken vis. Dus een kleine onderneming. Ja, ja, ik vond het leuk om te doen en ik had ook iets met de buurt. 2 jaar daarna heeft de brand gewoed. En ons hele wereldje stortte ineen. Waar was u op het moment van de brand? Ik was uitgereden, ik had mijn dochter naar het werk gebracht, de kinderen naar school. En dat was in een tijdsbestek van 15 minuten, want ze werkt vlak hier achter de mol. En ik kwam thuis en het huis brandde nog niet. Ik zag wel rook en ik rende nog op het erf om water te gooien en het heeft niet mogen helpen. Kort daarna stond het huis in licht te laaien. Ik stond daar en ik had zoiets van, gebeurt het echt? Ja. Toen hij aankwam, waar was de brandweer? Die was er nog niet? Nee. De brandweer, toen de brandweer kwam, was mijn huis al afgebrand. En
Het blijkt dat de brandweer ruim op tijd is gebeld. Want de buurvrouw die heeft als eerste die rook ontdekt. En ze kwam roepen, want ze dacht dat ik binnen was. En ze kwam op de poort slaan. En ze hoorde niks. Ze dacht van ik lig in het huis te slapen en mijn huis brandt. Dus zij rende naar achteren in de straat waar een brandweerman woont. En ze heeft hem toen gevraagd van kan je bellen, want mijn buurvrouw de huis staat in brand. Dus je moet nagaan, voor ik naar huis kwam, was de brandweer al gebeld. En toch waren ze hier toen het huis al was afgebrand. Maar het is heel snel gegaan hoor. Heel snel. Alles verwoest, die heeft alles. Niets kunnen redden. Helemaal niks. En wat is er nadien gebeurd? Want de overheid, het ministerie van Sociale Zaken, die heeft een pot voor woningbranden. Gezinnen die getroffen zijn door een woningbrand. Heb je daar aan geklopt? Dat heb ik gehoord. Dat die pot er is. En eerste begin, we zijn naar zo'n vrouweninstantie gegaan. We zijn naar een GLIS of een Lisp. Lisp, ja. Zijn we geweest. En het moment dat we ons verhaal vertelden en het moment dat we aangaven van we zijn Nederlander, werd het boekje meteen dichtgeslagen. Dus echt, het was zo typisch. Ze zat nog te schrijven en we zeggen van, oh nee, dan kunnen we u nu helpen. En klaar, je mag opstaan, want niemand, dus niet eens vragen van, maar dan, ik zal kijken of ik iets voor u kan doen of u kunt misschien daar gaan of daar. Nee, ze zijn dan meteen klaar met je. Ik ben bij Lips begonnen. Daarna bij sociale zaken. Vrouwenorganisatie zijn we ook geweest. Sociale zaken. Ik heb zelf bij minister Amavo gesproken. Ik ben persoonlijk bij haar op de kamer geweest. En ze wist ook dat we Nederlander waren. En ze zegt tegen ons van een richter schrijven. En dan gaan we het daar verder afhandelen. Ik heb het schrijven gericht. Ik heb aangegeven wat we nodig hebben. Waarmee we geholpen willen worden. Dus u had hoop? Ja, die hoop werd mij gegeven. Van, we gaan je helpen. Ja, dan ben ik hier zitten. Na 6 maanden, toen ik nog steeds niks hoorde, was ik bijna elke dag bij sociale zaken. Heeft u toen het gevoel gehad dat uw nationaliteit speelt? Nee, toen niet. Omdat het niet gezegd is. Begrijpt u? Het is niet gezegd van, omdat u Nederlander bent moet u wachten. Er werd gewoon gezegd van, u wordt geholpen. Sowieso, maar u gaat alleen wachten. Maar intussen bleef ik niet zitten. Ik dacht van, ik ga verder. Ik ga ook andere plaatsen hulp zoeken. En ik ben de sociale zaken heeft u alleen maar wat hoop gegeven. Er is niets aan u uitgekeerd, geen enkel bedrag. Ja, één keer. Zoals we hebben begrepen, is er een pot en daaruit krijgen de mensen gelijk na de brand wat financiële steun. Heb je dat gehad? Ja, ik heb na 6 maanden, toen ik elke dag daar was, hebben ze een ik moest toen een rasuur tekenen en zeiden van dan moest ik mijn rekeningnummer doorgeven en dan zou er 1500 SED gestort worden. Ik vroeg toen van waarvoor is dat? Ja, dat is gewoon een eenmalig bedrag dat ze dan geven in dit soort gevallen. Ik zeg oké. Ik zeg en de rest, wanneer krijg ik dan dat bedrag van bouwsubsidie om weer te beginnen. Ja, daarvoor moet u nog wachten, want begroting moet nog gemaakt worden. En ik zeg oké, dan wacht ik. Vorige week ben ik toen uiteindelijk naar ze toegestapt, naar die meneer die daar zit bij volkshuisvesting. En toen kwam hij met mijn dossier. Hij zegt, zit u even. Hij komt terug. Hij zegt, mevrouw Sinester, uw verzoek is afgewezen. Ik zeg, na 1,5 jaar wachten, na 1,5 jaar de belofte van het komt goed, u krijgt het, u gaat alleen een beetje lang moeten wachten, zegt u mij dit nu? Hij zegt ja, het is afgewezen omdat u Nederlander bent. Ik zeg maar, ik ben van origine Surinaamse. Ik zeg en het feit dat ik hier woon, het huis is hier afgebrand, dan als mens, burgerrecht, mensenrecht, kom ik dan niet in aanmerking voor die
steun en ook een deel uit die pot om alweer geen huis te bouwen. Maar dat jullie ons gewoon een ander komen weer geven. Heb je al zitten nadenken wat u gaat doen? Ik weet het niet. Daarom ben ik in de publiciteit gekomen. Ik ga ervan uit van, als men mijn verhaal hoort, ook het bedrijfsleven. Want we kunnen nu een huis vinden, maar het huis is leeg. Het huis moet opgeknapt worden en we hebben niks. Dus als men ons kan helpen aan huisraad, die kinderen hebben geen bedden, die kinderen hebben gewoon niks meer. En dat we dan dat huis kunnen aankleden en een, weet je, of als ze ons een woning willen aanbieden van de stichting. Of De tijd van de brand hebben we wel van particulieren en van bepaalde mensen hebben we wel steun gehad. En die wil ik ook wel bedanken, want de plek waar ik werk, de First Class Gym, Termen Hermitage, mijn nicht die via haar werk een donatie heeft geregeld, ook wil ik ook hartstikke bedanken. In de kerk willen we ook bedanken die de eerste aan de hand heeft toegereikt aan mij en de kinderen. Voor mij ging het echt meer om de kinderen, omdat zij zijn de toekomst van morgen. En ik ben met mijn kinderen ben ik teruggekomen naar Suriname om het beter te laten worden voor ons. En we zijn echt in de steek gelaten ook gewoon. En dus de mensen die ons wel hebben geholpen, die wil ik ook gewoon via deze weg enorm bedanken ook gewoon. Dus dat moet ook gezegd worden. We moeten altijd het slechte en het goede natuurlijk naar voren halen. Dus bij deze doe ik dat ook. Bedankt die degene die ons hebben bijgestaan. Bij het samenstellen van de uitzending kregen wij te horen van mevrouw Sinesse dat zij haar politierapport nu pas mocht ontvangen. Nu, na een jaar en een paar maanden. We hopen dat deze radeloze familie wat hulp vanuit de gemeenschap kan krijgen. En wij blijven de zaak nog voor u volgen.